Zien is geloven. Kijk naar deze 15 leuke clipjes van verrassende dingen die niemand zou geloven als ze niet waren gefilmd. Je krijgt meteen een glimlach op je gezicht van nummer 15 en van nummer 1 zal je zeker verrast zijn. Geniet van deze complete video zodra je je hebt geabonneerd met de bel aan en het duimpje omhoog. 15. Vrolijke Frans. Je kan je vast niet meer herinneren hoe je reageerde toen je voor het eerst naar de kapper ging om je haar te knippen. De meeste kinderen zijn bang voor de kapper en beginnen hartverscheurend te huilen. Toen deze blije baby echter zijn eerste knipbeurt kreeg, gebeurde dit verrassende ding. In plaats van hard te huilen, moest het jochie juist continu lachen. De beweging van de tondeuse over zijn hoofd en misschien het geluid ervan vond hij juist heel grappig. Wat een vrolijke Frans. Van zulke leuke klantjes word je als kapper meteen gelukkig. 14. Autowassen. Een auto hebben vergt wat onderhoud, want je wilt ervan genieten als je een ritje gaat maken. Je moet eerlijk toegeven dat het erg prettig is om in een brandschone auto te toeren. Deze mevrouw begrijpt het belang van een nette auto en poetst met veel ijver haar complete auto. Kijk hoe ze de binnen- en buitenkant schoonmaakt. Maar wacht eens even, waarom gebruikt ze voor de binnenkant ook de hoge drukspuit? Weet ze niet dat het kletsnat wordt? Of zal haar auto echt zo vies zijn dat de hoge drukspuit haar enige oplossing is om het vuil eraf te krijgen? Laat het ons weten in de comments. 13. Olifant maakt zelfportret. Heb je ooit geprobeerd om een zelfportret te maken? Zit je dan met de beste intenties voor de spiegel met potlood en papier bij de hand en denk je bij jezelf, hier een lijntje omhoog, daar een lijntje omlaag, wat schaduw hier en voor je het weet heb je jezelf getekend. Hoe zag het resultaat eruit? Van ons leek het in elk geval op niets herkenbaars. Wist je echter dat sommige dieren getraind kunnen worden om te schilderen? Maak kennis met een vierpotige Picasso met een slurf. Kijk maar hoe knap deze olifant een tekening maakt van een olifant door zijn slurf te gebruiken. We dagen je uit om hem na te doen. 12. Olifant rookt. Deze slurfvriend heeft geen artistiek talent, maar heeft zich wel laten filmen toen hij iets bizars deed. In eerste instantie lijkt het erop alsof de olifant aan het roken is. Maar als je goed kijkt, zie je dat hij as van de grond oppakt en vervolgens uitblaast. Natuurwetenschappers staan verbaasd over dit bizarre gedrag en zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben gezien. Sommigen suggereren dat het dier mineralen uit de as haalt en het overtollige uitblaast. Anderen zeggen dat de olifant buikpijn heeft en daarom het verkoolde hout inneemt als een soort van medicijn. 11. Huwelijksfoto verpest. Alles moet perfect zijn op je huwelijksdag, omdat je er goede herinneringen aan wil overhouden. Wie echter een huwelijk van dichtbij heeft meegemaakt, weet maar al te goed dat niet alles over rozen gaat. In dit clipje staat een koppel uitgedost in een huwelijkstenue op een open veld, vermoedelijk om er foto's te schieten. Terwijl het echtpaar poseert, wordt er een drone bestuurd die de mooie momenten moet vastleggen. Ze verwachten echter niet dat dit opeens gebeurt. Het apparaat vliegt in de richting van het koppel en uit het niets komt het ding tegen het koppel aan. Auw, dat moet pijn doen. Hopelijk waren niet alle huwelijksfoto's verpest. Weet je wat helemaal niet verpest kan worden? Precies, je op ons kanaal abonneren om nooit meer leuke video's te missen. Druk ook op de bel en het duimpje, dan zit je helemaal goed. En nu snel verder met de rest van deze leuke video. 10. Kameel eet doorns. Sommige mensen zou je nooit ertoe kunnen bewegen om maar één stukje vis te eten, omdat ze als de dood zijn dat een graatje in hun keel zal vastzitten. Hoe denk je dat deze kameel zich voelt, terwijl hij op een stukje cactus met puntige doorns kauwt? Haal je handen voor je ogen weg en kijk even hoe hij de cactus met de lange stekels gewoon oppeuzelt. Het is bijna niet te geloven dat hij erop kan kauwen om het vervolgens ook nog in te slikken. Je hoeft de dierenbescherming gelukkig niet te bellen, want kamelen hun mond en keel zijn zodanig verhard aan het woestijnleven dat ze met gemak een stukje cactus naar binnen krijgen. Heerlijk zo'n prikkelig hapje. 9. Duwtje door de wind. Je kunt je beter aan iets vastklampen wanneer de wind zo heftig begint te waaien. Deze mensen in Noorwegen konden nauwelijks de straat oversteken toen ze de wind letterlijk van voren kregen. De storm Ivar was op komst en maakte zich duidelijk kenbaar aan de voetgangers. Ze konden bijna niet naar voren lopen en werden behoorlijk geduwd door de wind. Heb je zelf ook eens een keertje zo'n harde wind op straat meegemaakt? Wat is er toen met je gebeurd? Vertel het ons in de comments. 8. Geitjes op de brug.
Van geitjes weten we al dat ze ervan houden om te klimmen. Daarom kun je berggeiten in de bergen vinden die heel behendig aan de rand van een berg kunnen balanceren en die kunnen beklimmen zonder touw en zonder harnas. Deze twee geitjes van een nabijgelegen boerderij dachten waarschijnlijk dat deze 33 meter hoge brug in Pennsylvania met een lengte van 518 meter een berg was die ze konden beklimmen. En dat deden ze ook. Met z'n tweetjes klommen ze op het kolossale bouwwerk en waren ze bijna 18 uren vast op de brug totdat ze werden gespot. Reddingswerkers moesten ze helpen van de brug af te komen om ze terug te bezorgen naar de boerderij. Hopelijk zijn hun brugbeklimdagen nu wel voorbij. 7. Broek vast aan hek. Deze man werd op heterdaad betrapt door de politie toen hij probeerde te ontsnappen. Alsof dat niet genoeg was, gebeurde het volgende. De man werd door de agenten gesommeerd om op de grond te liggen. Ze moesten hem vastboeien, maar het hek was op slot. De man klom toen over het hek met spijlen en voor zijn pech raakte zijn broek vast eraan. Hij kreeg zichzelf met geen mogelijkheid er meer vanaf en moest de hulp van een van de agenten inroepen. Ook voor de agent bleek dit een moeilijke klus te zijn, waardoor deze besloot om de man met zijn broek en al van het hek af te rukken. Het resultaat? Crimineel in de boeien met een gescheurde broek aan. 6. Hond bijt autobumper. Als de agenten van het vorige filmpje deze hond bij zich hadden, dan was het misschien niet het hek geweest wat de broek van de arrestant zou scheuren, maar wel deze bijtgrage hond. Kijk maar hoe hij de bumper van de rollende auto zonder te stoppen aan het bijten en trekken is. Hij trekt het hele ding bijna helemaal vanaf. Zijn makker die vuurt hem ook aardig aan om door te gaan. Hij heeft vast niet door dat het ook nog om een politieauto gaat. Kan deze driftige hond gearresteerd worden voor het kapotmaken van politiebezit of krijgt hij gewoon een waarschuwing? Wat denk je? Genoten tot nu toe, nog 5 leuke clipjes te gaan. Blijf kijken. 5. Laptop ontploft. Na het zien van deze clip zou je zeker op letten dat je je laptop niet te lang op je bed of de bank legt. Deze twee vrienden waren aan het gamen toen een laptop ontplofte op de bank naast hun. Een van de vrienden springt op om het vuur uit te doven terwijl de andere er gewoon bij blijft zitten. De laptop wordt vervolgens naar buiten gebracht waar het apparaat wederom in vlammen oplaait. Hopelijk heb je een goede les geleerd hiervan. 4. Slang op autozijspiegel. Wat je nu te zien krijgt heb je vast nog nooit gezien. Van sommige dieren weten we dat ze soms een gratis ritje nemen op je auto als je van de ene plaats naar de andere reist. Denk maar aan spinnen en kleine dieren zoals slangen of ratten die zich onder de motorkap schuilhouden. Maar heb je ooit gezien dat een slang op deze manier meelift? De bestuurder moest zich een hoedje zijn geschrokken toen hij deze vrijpostige slang zag meeliften op de zijspiegel van zijn auto. Gelukkig was het raam dicht en kon deze slang niet naar binnen glippen. Je weet maar nooit of die giftig kan zijn. 3. Meisje is goed in golf. Wanneer kinderen uitblinken in een sport, dan willen trotse ouders hun prestaties altijd vastleggen op de camera. Dit meisje blijkt heel goed te zijn in golf en laat het ook nog zien. Ze zwaait als een professionele golfer tegen de bal aan en raad maar eens waar het belandt. Precies op de drone die haar stond te filmen. De bal komt er hard tegenaan, een stukje van de drone breekt af en het apparaat komt in het gras terecht. Optie, een drone van duizenden euro's naar de maan. Geen drones meer tijdens de oefening voor dit meisje, maar ze lijkt wel een veelbelovende golfer te zijn. 2. Stoute geit ramt cameraman. Geiten zijn lieve dieren, maar ook erg onberekenbaar. Wil je zeker van je zaak zijn wanneer je dichtbij ze bent, dan moet je jezelf goed beschermen. Deze cameraman had zijn twijfels over de goedhartigheid van deze geit, maar nam toch een domme kans. En ja hoor, alsof het dier de angst van de cameraman kon aanvoelen. Net op het moment wanneer de cameraman zijn hand verwijdert van zijn kruis, doet de geit exact wat de man had gedacht. Kijk maar wat er gebeurt. De driftige geit ramt de man in zijn kruis en deze valt ter plekke omver. Hij had het toch moeten weten. Nu komen we eindelijk bij nummer 1. Je zal zeker verrast zijn van wat je ziet. Honden hebben van nature een instinct om te weten wanneer er gevaar dreigt. Ook deze Doberman wist wat op het pad voor hem en zijn baasje lag. De twee namen een wandeling in een nabijgelegen bos en kwamen onverwachts 2 coyotes tegen. Iets later verschijnt er nog een coyote in beeld. De hond blijft echter nog steeds voor zijn eigenaar staan en kijkt of ze nog op een veilige afstand zijn van de wilde dieren. Wanneer de coyotes te dichtbij komen, schrikt de hond ze af.
Zijn baasje roept hem onmiddellijk terug, want hij is absoluut niet opgewassen tegen een groep van wilde coyotes. Gelukkig blijven de Doberman en zijn baasje ongedeerd na de vreemde ontmoeting. Welke van deze clipjes heeft je het meest verrast? Laat het ons weten in de comments. Vergeet de duim, de abonneerknop en de bel niet te drukken voor nog meer leuke top 10 video's.